Pesticiden moeten zo snel mogelijk de wereld uit. Die oproep doet de Nijmeegse professor Bas Bloem. Hij vreest anders voor een ware Parkinson-pandemie. Een van de akeligste dingen die een mens kan overkomen. Gemeenten staan voor een grote opgave. Er zijn dit jaar meer statushouders dan vorig jaar. En waar moeten die wonen? Dat betekent wel dat wij werk moeten maken voor de versnelling in de woningbouw. En de oermoeder in de bloementuin van Weilen Jaap Douma wordt door vrijwilligers in ere hersteld. Als je een beetje ziet, zijn de proporties anders dan we gewend zijn. Goedenavond. Stop met het gebruik van pesticiden die Parkinson kunnen veroorzaken. Die oproep doet de Nijmeegse professor Bas Bloem van het Radboud Ziekenhuis in zijn boek De Parkinson-pandemie, dat volgende week uitkomt. Want als het zo doorgaat, dan wordt Parkinson een ware pandemie die ons allemaal kan treffen. Parkinson is een van de akeligste dingen die een mens kan overkomen. Wij willen er gewoon voor zorgen dat er geen mensen meer Parkinson krijgen, want het is echt een nare ziekte. Maar de kans dat steeds meer mensen Parkinson krijgen, wordt alsmaar groter. Wat is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld? En waar ik me heel erg druk om maak, is dat we die snelle groei op zijn minst voor een deel aan onszelf te danken hebben. Dat komt door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als glyfosaat. Jobien Wind werkte jarenlang met dit middel en heeft nu ook Parkinson. Je weet dat het achteruit gaat, dus je verliest elke keer wat. Je geur, je bewegelijkheid, misschien op een gegeven moment je cognitie, die trilhandjes of schudden van je hoofd, dat is ook vaak wat geassocieerd wordt met Parkinson. En dat is nogal opvallend, dus dan durf je niet meer in het openbaar te komen. Uiteindelijk lopen wij allemaal risico op het krijgen van Parkinson, omdat het via het voedsel in ons lichaam komt. En we moeten dus heel kritisch zijn als consument op wat je eet, op wat je drinkt, en al helemaal als je er beroepsmatig mee omgaat of in de buurt daarvan woont. Jobien strijdt nu vanuit de Parkinson-vereniging tegen het gebruik van middelen als glyfosaat. De Europese Unie staat dat middel nu nog toe, maar baseert zich daarbij op onderzoeken die worden aangereikt door de fabrikanten van die middelen. Dat is eigenlijk dan wij van WC-eend raden WC-eend aan. Dat is een beetje gek. Nou, je moet de bewijslast omdraaien. Je moet zeggen, ik wil verdraaid zeker weten dat het echt niet bijdraagt aan Parkinson, voordat ik Nederlandse burgers daaraan blootstel. Voor de Parkinson-vereniging valt het niet mee om het op te nemen tegen de machtige fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen. Denk je soms niet van, het is vechten tegen de bierkaai? Ja, zeker. Ja, maar als wij niet vechten, wie vecht er dan? En dat doe je dus voor alle mensen die het nog niet hebben. Want voor jullie is het, ja, het klinkt hard, maar toch wel een beetje te laat. Nee, voor mij is het te laat, ja, klopt. Ik kan nog een beetje afremmen, maar that's it. Gelderse gemeenten hebben grote moeite om vluchtelingen die in Nederland mogen blijven te huisvesten. Jaarlijks krijgt elke gemeente een aantal van deze statushouders toegewezen. Maar dat zijn er dit jaar een stuk meer dan anders. Dat komt doordat de immigratiedienst, IND, achterstanden in de asielprocedures heeft weggewerkt. En daarmee staan de gemeenten voor een flinke klus. De gemeente West-Betuwe is een van de gemeenten die alles op alles moet zetten. De taakstelling voor dit jaar is 72 statushouders om te huisvesten in onze gemeente. Dat wil niet zeggen 72 huizen, want soms heb je te maken met meerdere mensen in één huishouden. En wij hebben op dit moment 55 mensen waar we woonruimte voor beschikbaar hebben van die 72. De gemeente wil nu zo snel mogelijk nieuwe huizen bouwen, zodat er voor vluchtelingen en autochtone Nederlanders genoeg huizen zijn. Wij willen niet de positie van statushouders onder druk komt te staan, omdat de beeldvorming wordt dat zij alle huizen krijgen en dat de andere mensen die ook echt heel hard op zoek zijn naar woningen dan op een tweede plan komen. Dus wij zijn gewoon op dezelfde manier doorgegaan als andere jaren, waar de woningcorporatie zorgt voor de toedelingen en in de gewone verhouding. Betekent wel dat wij werk moeten maken voor een versnelling in de woningbouw. Ja, en doordat er nu nog te weinig huizen zijn, moeten vluchtelingen die in Nederland mogen blijven veel langer wachten op een woning. Wettelijk gezien moeten statushouders binnen 14 weken aan woonruimte geholpen zijn. Maar dat lukt lang niet altijd. Zoals bij de Syrische Redwan. Nadat hij te horen had gekregen dat hij in Nederland mocht blijven, moest hij in het asielzoekerscentrum blijven omdat er voor hem nog geen huis was. Dit is Redwan met zijn vrouw Baraa en hun dochter Mira. Ze zijn gevlucht uit Syrië.
Nadat hij te horen had gekregen dat hij in Nederland mocht blijven, zat Redwan nog lange tijd in het asielzoekerscentrum te wachten op een woning. Ik heb in meer dan een jaar gewacht om mijn huis te krijgen. Nadat ik een verblijfsvergunning heb gekregen. Inmiddels heeft hij met zijn gezin een woning in Asperen. Ja, ik vind het heel leuk. Wij hebben nu hier veel leuke buren. Redwan leert zijn vrouw Barra aan fietsen. Doei! Ja, goed. Ja. Ze gaan naar school voor de inburgeringscursus en Redwan doet vrijwilligerswerk. En ik ben nu heel gelukkig met mijn gezin. Remmen. Ja. Vanuit zijn volkstuintje in Buren legde de oud-onderwijzer Jaap Douma eind vorige eeuw in zijn eentje een indrukwekkende bloementuin aan. Hij liet weinig mensen toe, maar hij was wel bang dat zijn paradijsje zou verdwijnen als hij er zelf niet meer was. Sinds zijn overlijden in 2016 houdt een groep vrijwilligers die tuin levend en steeds meer bezoekers weten hem te vinden. Ja, het stelt de oermoeder voor, maar hij heeft natuurlijk daar zijn eigen interpretatie aan gegeven. Zoals je een beetje ziet, zijn de proporties anders dan we gewend zijn. De oermoeder van Jaap Douma krijgt een opknapbeurt. Ze ligt in het hart van de bijzondere tuin die hij vanuit zijn volkstuintje aanlegde en die hij eigenlijk met niemand deelde. Dan vertrok hij 's maandags morgens met zijn hondje. Maar wij wisten helemaal, wij dachten dat hij de hond uit ging laten. Maar wij wisten helemaal niet dat hij hier die tuin had. Ik zal niet zeggen dat hij een hekel had, een mens hoort, helemaal niet. Dat is helemaal niet het geval. Maar ja, het was zijn wereldje en hij wilde eigenlijk niet zoveel inbreuk daarop hebben. Maar sinds vrijwilligers zich na zijn dood over de tuin ontfermen, is de bekendheid snel gegroeid. De tuin staat vermeld in een aantal wandelroutes van de ANWB, van de stad Buren en nog een paar. En ja, zelfs mensen uit Maastricht, Leeuwarden, Groningen, die een bezoek brengen aan Buren, die doen dan toch wel even de tuin aan, hoor. En zo leeft de geest van de wat schuwe Douma voort. Dan moet hij dan wel heel erg gepassioneerd en gedreven zijn geweest. Misschien wel op het randje af, zullen we maar zeggen. Dat soort mensen heb je natuurlijk toch ook nodig om zoiets dan te laten ontstaan. Steeds meer mensen werken weer op kantoor. En dat betekent dat ze de koffie van thuis gaan missen. Want die is anders dan op het werk. Het schuim is, dat is nogal bubbelig. Het dolfinarium mag een aantal dieren, waaronder dolfijnen, verkopen aan een Chinees park. Dat laat demissionair minister Carola Schouten van Landbouw vandaag weten. Aanleiding zijn Kamervragen die de Partij voor de Dieren en D66 stelden over de kwestie. Voorwaarde is wel dat het dierenwelzijn in het Chinese dierenpark op orde is. Het is volgens de minister aan het dolfinarium in Harderwijk zelf om dat te controleren. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals vindt de antwoorden van de minister onbegrijpelijk. In alle horecazaken is een QR-code verplicht als je naar binnen wilt. Maar wegrestaurants, die langs snelwegen en een aantal N-wegen liggen, vormen daar een uitzondering op. Zo is het voor internationale beroepschauffeurs altijd mogelijk om te eten en te drinken. De uitzondering levert veel verbazing en verwarring op bij restauranthouders in de provincie, blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. En in de Heurne in de Achterhoek kunnen geïnteresseerden met een huifkar langs percelen met pompoenen rijden. De rit gaat langs een oppervlakte van 52 voetbalvelden waarop 60 verschillende soorten pompoenen te zien zijn. De pompoenen worden onder meer gekweekt voor de pompoenpitten. Geroosterd een lekkernij. De provincie gaat op korte termijn niets veranderen aan de provinciale weg die dwars door Leuvenheim loopt. Bewoners van die straat vinden dat teleurstellend. In augustus reed er nog een auto een woonkamer binnen en bewoners voelen zich niet meer veilig. Ik dacht, het is maar materiële schade, hè, so what. Maar dat heeft meer impact als dat je denkt. Hier zit gewoon een groot gat in. Dat is alle stenen zijn daar gewoon weg. Hetty en haar man liggen boven te slapen als precies 2 maanden geleden een auto met hoge snelheid hun woonkamer binnenvliegt. Nu bleef hij zeg maar eigenlijk hangen tegen het dak.
Maar dat was ons geluk. Maar als hij gewoon rechtdoor naar binnen was gereden, ja, dan had hij bij ons bed misschien uitgekomen. Nou, dan slaap je toch niet meer zo heel lekker in het begin. De buurt heeft al vaker aan de bel getrokken bij de provincie over de veiligheid van de weg die dwars door het dorp loopt. Het is nu namelijk de derde keer dat een auto een woning ramt. Wij als buurt willen hier gewoon het gevoel hebben dat we hier veilig wonen. En dat veilige gevoel, dat zijn we echt kwijt. De provincie wil volgend jaar wat kleine aanpassingen doen aan de straat om de weg zo onder meer smaller te laten lijken. Maar dat is volgens omwonenden niet genoeg. Dit stukje buurt, hier er wel allemaal van overtuigd is dat er wel iets meer moet gebeuren om de snelheid eruit te halen. Hetty's woning wordt momenteel gerenoveerd. Maar of ze straks weer lekker ontspannen op de bank zit? Als er niks verandert, dan blijft dat altijd denk ik wel een soort traumaatje. Ja, we jagen er op kantoor met van alle heel wat kopjes koffie doorheen. Zeker nu we weer terugkeren op de werkvloer. Maar zo heerlijk dat bakje thuis is, zo matig smaakt dat soms op het werk. Op deze Nationale Koffiedag wordt er daarom speciale aandacht gegeven aan dat waar velen echt niet zonder kunnen. De koffieautomaat, de plek voor de start van je werkdag. Maar goede koffie? Als u daaraan terugdenkt, aan die kopjes koffie op kantoor, wat voor gevoel krijgt u daar dan bij? Nou, vooral praten met de collega's, maar de koffie, ik was er nooit zo'n liefhebber van. Ik heb een hele tijd in de GGZ gewerkt en dat is een hele slechte koffie. En je blijft het toch drinken op de een of andere manier, maar het heeft niks met koffie te maken. Een barista moet je het als liefhebber van ambachtelijke koffie al helemaal niet laten proeven. Het schuim is, dat is nogal bubbelig. Voor een cappuccino heb je een espresso nodig en als je dat in zo'n automaat hebt, dan is dat gewoon wat slapper en dan, ja, het totaal wordt daar anders van. En anders zijn we nu juist na de lange periode van thuiswerken gewend. Ik vind het altijd lekker gewoon de hele dag door, maar dan om gewoon even een momentje voor jezelf. Espresso, kleine bakjes met zo'n stroperig koffietje erin, dat vind ik heerlijk. Dat zit er op het werk vast niet in, maar deze barista heeft voor bedrijven nog wel wat tips. Laat je medewerkers proeven. Laat je medewerkers meedenken wat mogelijk is. Ga andere systemen bedenken waardoor de koffie misschien niet altijd gratis hoeft te zijn. Maar wel wat dat betreft op een niveau waarvan iedereen tevreden is. En dan heb je denk ik een mooie smeerolie om de werkdag te beginnen. En dat kan voor velen sowieso niet zonder koffie. Dan zijn we toe aan het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen langzaam de bewolking toe. Het blijft wel overal droog en de minima komen uit rond een graad of 10. Morgenochtend verloopt bewolkt en overal gaat het enige tijd regenen. Bij matige wind loopt de temperatuur maar moeizaam op. Uiteindelijk wordt het hooguit 14 of 15 graden. In de middag trekt de meeste regen naar het oosten weg, al kan er nog wel een bui vallen. Tussendoor is dan ook nog ruimte voor wat zon. Ja, donderdag blijft het overwegend droog en dan schijnt de zon wel vaker. Het waait ook stevig bij maxima rond 16 graden. En vanaf vrijdag neemt de kans op buien weer toe. En dit was Gelders Nieuws. Op onze Omroep Gelderland app vindt u meer nieuws. En ik wens u nog een fijne avond.